We zitten op Utrecht Centraal. We zijn aan het wachten op de trein. Want we gaan lekker naar de Efteling. We gaan dus naar de Efteling. Het is 8:45 ongeveer. En om 5:00 gaat de trein. Dus we zijn lekker op tijd. Het is 13:30. 13:30. Oké, ik vind het echt heel leuk. We zijn in het Sprookjesbos. Vind je het? Dag. Oh, leuk. Moeilijke durfling. Ja, een hele moeilijke durfling. Snoephuis! Jammer dat... Nee, jammer dat we er niet naar binnen mogen. Oeh. Je moet niet gelijk zo wild worden. Vang hem op, gek. Oh nee. Lek gedaan, hè? Nee. Hey. Kijk wat we hebben. Zullen we anders... Nou, we hebben net lekker van die stokjes gegeten, van die aardappelstokjes. Maar nu gaan we naar de achtbaan. Vind je deze achtbaan leuk? Het is niet ver. We gaan in de bos. Ik zit dus niet vast. Ik kan niet meer. Oké. Ze moesten net echt zo hard lachen. We zaten in de Python, hier achter ons. En op een gegeven moment, nee, Musje ging voor de grap doen alsof hij een Nokkie was gegaan. Dus hij zat zo helemaal slap, maar toen werd net een foto gemaakt. Dus ik zei zo, dat was de foto. Kunnen we hier in of niet? Het is open. Oh, testpoppen. We gaan dus nu in, dit was Joris en de Draak, of niet een Hollander? Joris en de Draak gaan we nu in. Lekker van hout, vond ik vroeger erg eng. Maar ja, toen ging ik op de foto kijken, maar toen bleek het dat het al na het moment dat ik zei, oh dat is de foto, dat het de foto al was genomen. Dus in ieder geval, het was erg grappig. Vond je het grappig? Ja, het was heel grappig. Ja, was inderdaad heel grappig. Ja, we hebben lekker een warme chocomel met slagroom, appelbroodje Unox, lekker. We zijn net in de Joris en de Draak geweest. En we hebben gewoon weer gewonnen. We zaten in de rij en echt wel iets van 4 keer hadden blauw gewonnen. Ging heel hard. Mm-hmm. Super snel. Dus nu gaan we lekker snoepen. Het is, Oh, wacht, zeg ik even. Wil je even weten? Oh ja. Het is 8:30. Ik had iets. Ah. Nou, is schitterend dit, hè? Godverdomme. Prachtig. 6:15, dus een kwartier versluitingstijd. Nou, dan pak ik gewoon nog even een achtbaantje. Hey, we liepen gelijk door en dan kunnen we gelijk de volgende erin. Hartstikke lekker, maar ik ben wel een beetje moe. Jij? Dood. Beetje pijn aan mijn voetjes, zo. Lekker rode wangen, maar leuk. Nou, we zijn net de Vogelrok uit. Zijn we 2 keer in geweest nu. En nu lopen we dus door het park, maar het is echt zo rustig. Ja. Het is echt... Er loopt echt niemand hier. Maar ja, we gaan ook wel zo weer richting de bus lopen. Dan is het wel goed geweest. We gaan even nu de souvenirwinkeltjes bekijken en dan... Oh, ik heb trouwens notitieboekjes gekocht. Dat gaan we bij de Efteling liever. Oh, je weet al, gewoon boekjes. Boekjes. Meer geld het geven aan eten hier. Al die aardappeldingen. Ja, weet je wat het is? Voor het geld dat jij dat je 1 hotdog koopt, dan kan je 5 magneten van halen. Ja, dat is zeker waar. Goodbye Efteling. Tot de... Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ja. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende tot keer. Tot de volgende keer. Doeg! Het is zo raar. Het is zo raar.